Welkom bij weer een nieuwe video van Kees aan de Kook. Het is zaterdag 3 uur, dus de hoogste tijd. Wat gaan we maken? Pesto. Mooie Italiaanse saus met vele toepassingen. Zo, we gaan pesto maken. Hè? Nou, wat hebben we allemaal nodig? Zout naar behoefte. 100 gram extra virgin olijfolie. 40 gram parmezaanse kaas. 15 gram pijnboompitjes geroosterd. 1 teentje knoflook. En 75 gram basilicum, verse basilicum. Oké, we beginnen met basilicum in de keukenmachine te doen. Eigenlijk gaat alles erin, behalve de olijfolie. Als je nou geen keukenmachine hebt, dan kun je het ook prima in de vijzel maken. Een paar minuutjes erbij. Parmezaan. Een beetje zout. De keukenmachine is kapot, dus ik moet even een hulp. Dan draaien we. Dit is allemaal fijn totdat het mooi gaat. Is. Je ziet er nu is alles mooi fijn gemixt. Dus nu gaan we al mixend de olijfolie erbij doen in een dun straaltje, zodat je een mooie emulsie krijgt. Kijk, nu pak mijn keukenmachine het niet meer. Komt omdat de hoeveelheid een beetje weinig is. Kijk, dan gaat het aan de randen zitten, zie je. Dan moet je gewoon even naar beneden doen. Totdat het allemaal weer op de bodem ligt. En misschien moeten we dat zo meteen nog wel een keer doen hoor. Je ziet dat de keukenmachine de pesto naar de zijkant slaat vandaar dat ik de olie een beetje aan de zijkant erbij giet. Prachtige groene pesto. Zet hem nog wel heel eventjes een uurtje in de koeling voordat je hem gaat gebruiken. Kunnen de smaken mooi doortrekken en wordt hij weer wat steviger. Dit was mijn versie van de Italiaanse pesto. Vond je dit ook zo'n leuke video? Even liken, abonneren en we zien elkaar maandag weer. 3 uur sharp. Tot dan!